Ik wist precies wat ik moest doen. Op hard werken, op witte voetjes halen. Je kende de regels. Eén ding hoefde je nooit bij Meestermiddelen kopen. Je hoefde nooit te twijfelen. En twijfelen, dat doe je maar in je eigen tijd. Er wordt in onze maatschappij, anno 2014, veel te veel getwijfeld en genuanceerd. Heel goed. Zo moeilijk was dat niet. Er zijn in onze maatschappij eigenlijk nog maar twee plekken en situaties waar je nog ongegeneerd recht in je gezicht kan worden toegeblaft. En dat zijn A. In het theater. Als je het geluk hebt op de eerste rij te gaan mogen zitten. En het is in de tweede plaats bij Manchester United. Hé. Als Louis van Gaal iets aan je vraagt, dan geef je dus antwoord. Begrepen. Louis van Gaal, vrienden, die hebt als mens en als coach drie hele belangrijke basiskwaliteiten. Ja. En dat zijn... A! Volume. B. Houding. Kaarsrecht. Schouders naar beneden. Nek uitzetten. En hij reed als een open kaart. Dat, heel goed. Zo'n moeilijke auto was dat niet. En het is in de derde plaats gevoel. Want dat schijnen de meeste Nederlanders, niet alleen jullie, maar ook jullie, niet te kunnen beseffen met je botte hersens, dat Louis van Gaal in wezen een gevoelsmens is. En hoe dichter die bij je komt, hoe beter je dat voelt. Je man moet alles voorzeggen. Nou, die mag dan ook even gaan staan. Kom maar heel even overeind. Houding recht, schouders naar beneden, nek uitzetten. Niet achterover vallen. En ga maar weer zitten, pas op, het is een klapstoel. Heel goed. Was dat nou zo moeilijk? Heel goed. Besef je ook waarom je meteen opstaat? Dat is iets wonderlijks, maar dat gebeurt altijd. Je bent echt niet de enige, het is in een reflex. Dat komt, Louis van Gaal is ooit begonnen als gymnastiekleraar. Het is een gymmeester en ons reptiele brein geeft gewoon de informatie. Als je gymjuf iets zegt of je gymmeester, dan doe je het gewoon. Je staat gewoon op. Het is nog nooit voorgekomen. Iedereen staat op, maandenlang al. Het is geweldig. Dus één keer is er inderdaad, was er een dame over de eerste rij en die bleef gewoon zitten. Die verdomde het en zei, kom blijf niet zitten. Dus toen werd Louis een beetje boos. Er dreigde een licht handgemeen. En toen wees ze naar het gangpad, want daar stond de rolstoel. Dat mens was er gewoon erin. Ze kon echt niet lopen. Toen had de lobby even een wat minder momentje. Wie overigens ook begonnen is als gymnastiekmeester, dat is natuurlijk Wijlen. Rinus Michels, nou kijk, dat is uit haar mond. Rinus Michels is net zo bekend als de Hoogovens. Michels is eigenlijk de hoogoven onder de Nederlandse voetbaloefenmeesters. Maar Rinus Michels, dat is nou typisch een man die je niet al te lang moet proberen na te doen. Krijg je haag-ebola. Rinus Michels, dat was net als Louis van Gaal. In diepste wijze was die man een militair. En een militair die bestaat bij de gratie van een plan. Een strategie. Een echte militair die stippelt alles uit op een papier en die heeft het in zijn hoofd waar hij naartoe moet. En die moet naar het doel en het doel is van de tegenstander. En als jij niet in zijn plan past, dan flikkert hij jou eruit. En niet het plan. En misschien is dat wel een heel goed idee. Guus Hiddink. Er zijn plekken in de maatschappij, dat is niet zo leuk, maar daar heb je hiërarchie nodig. En het is niet sympathiek en het is niet democratisch, dat zal allemaal wel. Maar als je geopereerd wordt in een academisch ziekenhuis
En je ligt daar plat met die groene lap over je buik. Dan wil je niet vlak voor je verdoofd wordt dat de kapitein dokter Scatino daar binnen komt lopen. Met de gevaarlijke mes. Dus even informeren of mevrouw wel met de kapotte kant naar boven ligt. Dat er met de viltstift op de goede been aangezet. Dat wil je allemaal niet horen vlak voor het kapje erop gaat. Je wil een degelijke chirurg aan je bed. Je wil gewoon dokter Van Gaal. Die weet waar hij over praat. Tijdens de operatie gewoon klem. Andere klem. Ik spreek toch geen Chinees? Annemieke. Met je mooie blonde paardenstaart. En je makkelijke zorgschoenen. Ga er maar uit ook wisselen. Annemieke, wisselen. Sabine, kom er maar in. Sabine, doe maar die... Kijk, dat is een klem. Nou heb ik je. Hiermee kan ik klemmen. He. Ik wil gewoon een chirurg die duidelijk te verstaan is. Dwars door je verdoving heen. Dat je weet wat hij aan het doen is. Had ik al gezegd dat je wakker mocht worden? Ik dacht het niet. Hun zeggen het ook. Wat nou kijkoperatie, luisteroperatie. De dominees, dat is toch eigenlijk te treurig. Die zijn eeuwenlang is dat het meest geëerde beroep geweest wat er bestond in Nederland. Die hadden de touwtjes in handen, de dominees en de pastoors. En die hebben het in 20, 30 jaar tijd allemaal met die zijen sjokken allemaal zo uit hun handen laten vallen. Ze hadden moeten luisteren naar dominee Van Gaal. Dus, broeders en zusters, gemeente. Was het nou zo slim van de Heere Jezus om Judas meteen al in de basis te zetten? Ik dacht het niet. Je mag zo en zo geen 12 man opstellen. Dat weet je dus. En je gaat ook niet vlak na het laatste avondmaal een vogel de kleedkamer in binnenkomt en die stelt zich voor als Judas. Dan gaat er geen lichtje branden bij onze heiland. Zijn wij nou zo slim? Of zijn ze de boven? Nee, nou, goed.